komen de spelers hier nu in het ontvangsthal van de bibliotheek. Waaronder Thomas Beelen. Goedemiddag. Hoe was dat daar? Ja, leuk. Altijd. Je maakt het niet vaak mee in je carrière, dus het is sowieso een bijzonder moment en die moet je koesteren. Ja, wat zing je allemaal en wat zie je allemaal voor je gebeuren? Ja, heel veel. Ik heb heel veel verschillende nummers gehoord. Lucia die had wel een beetje de leiding, dus die maakte er wel een beetje. Ja. Man, wat een gangmaker is dat, joh. Ja, nee, die was gewoon aan het optreden daar. Dus ja. Dat was wel. Die kregen wel een leuk sfeertje in, dus dat was leuk. Is dat altijd zo? Ook bij jullie op training en in de kleedkamers? Die Geertruiden altijd een beetje de gangmaker van het stel? Nou, hij is wel een gangmaker, maar hij verbaasde me nu wel. Hij nam het echt goed over, dus deed hij goed. Nou ja, waar wij ons natuurlijk ook over verbazen, wij krijgen hem niet zo vaak te spreken, omdat hij natuurlijk het bekende stotterprobleem heeft. Niets van te merken. Nee, hier is hij inderdaad, hier komt hij aardig los. Dus hier heeft hij er geen last van. Nee. En ik denk ook, Thomas, dat we niet vaak meemaken in het profvoetbal dat de trainer van dienst bij een huldiging als deze gewoon de spreekstalmeester is. Hè? Ja, nee, we zeiden het ook al. Viel mij ook op inderdaad. Maar wel leuk toch dat hij het op die manier oppakte. Ik wil één tegel nog even oplichten, want we hebben natuurlijk al heel veel over gisteren gesproken, over de wedstrijd. Maar één ding is mij nog niet helemaal duidelijk. Hoe hebben jullie gefeest? Want volgens mij is het feest gigantisch geweest en is het ook laat/vroeg geworden. Ja, het is wel vroeg geworden, voor mij in ieder geval. Ik weet niet hoe het voor de rest is gegaan, maar voor mij is het wel vroeg geworden. Wat heb je gedaan? We hadden eerst een feestje met familie en wat vrienden en zo. En toen dat klaar was, zijn we nog even de stad in geweest. En wat doen jullie dan met elkaar? Wat ga je doen? Is het bordje? Is het wat eten? Hoe ziet zo'n feest eruit? Ja, met feest met familie en vrienden kwam ook wat eten inderdaad, maar ook gewoon veel muziek. En Broederliefde kwam nog even optreden daar ook, dus dat was ook leuk. Twee optreden? Ja, dus dat was wel leuk. En als we de stad ingaan, dan doen we gewoon wel een drankje met lekker dansen met iedereen bij elkaar. Dus. Het zal maar in je eerste jaar gelijk gehuldigd worden? Ja, dat is wel bijzonder denk ik. En, dat is ook wel mooi dat we op deze manier het seizoen kunnen afsluiten met een prijs.